trouwens. Ik loop nu door het stadje Irakbarin, waarvan de inwoners elke zaterdag gaan demonstreren tegen de settlement Braka. Het zit bovenop een heuvel en wat zij deden, de inwoners van Braka, dus een settlement, een vrij, waarschijnlijk ook een illegale settlement, is dat ze na Sabbat gingen ze naar Irakbarin en gingen ze daar mensen schieten en vervolgens daar demonstreren om zeg maar de bewoners van Irakbarin weg te jagen. Wat ze de Palestijnen dan terug hebben gedaan is peaceful resistance. Dus ze gaan elke zaterdag gaan ze vervolgens demonstreren tegen Braka. Nou, vaak loopt het uit de hand, wordt er met traangas gegooid door het Israëlische leger. Dat zegt de Palestijnen te beschermen van de inwoners van Braka. Ik ga vandaag mee met een Amerikaanse journalist om te kijken hoe dat is, zo'n demonstratie. De kleinere kinderen die blijven hier, omdat natuurlijk te gevaarlijk kan zijn op het moment dat die heel hard wordt gerend en ze onder de voet worden gelopen of weet ik veel wat. En de grote die zijn al onderweg. En nou, wij gaan ons ook klaarmaken en dan volgen wij ze. Wel op gepaste afstand natuurlijk, omdat, nou, nogmaals, ik ga registreren, ik ga niet per se demonstreren. De demonstratie gaat nu beginnen. We gaan daar boven op die heuvel gaan we dus beginnen met demonstratie. En daar zijn dus dan waarschijnlijk ook weer Israëli's die de demonstratie neer gaan slaan. En dat gebeurt met taangas. Dus ik heb voor de zekerheid een mondkapje uit het ziekenhuis meegenomen. Hopelijk dat dat iets beschermt. Hoewel het natuurlijk peaceful resistance is, vind ik, voelt het nu nog niet heel peaceful aan. Peaceful is het omdat het lawaai maken is en volgens de UN resolutions valt stenen gooien ook nog onder peaceful. En dat is wat de shababs, jongens, zeg maar gaan doen. Ik heb ook nog wat ui meegekregen. Want blijkbaar als je de straangas, als het heel erg wordt, moet je aan dit ruiken. En dat neutraliseert. Ik weet ook niet precies hoe het werkt, maar ik heb het gekregen. Dus ik ben benieuwd. Hier zijn dus de demonstranten. Het zijn, nou, wat is het? 20 man misschien? Die gaan dus elke zaterdag staan hier. Daar zie je soldaten staan. Daar staan de shababs. Te demonstreren. Het ziet er vooralsnog heel vreedzaam uit. Dit is de eerste. En ik voel die branden in mijn ogen. Michael! The Israeli army are a bunch of douchebags. Hey, come on, man! Ik denk dat ik nu het al voor gezien had. De soldaten rukken steeds meer op. Ik denk dat ik alvast naar boven ga. Ik heb net de demonstratie meegemaakt. Het is best wel eng, want je wordt van alle kanten beschoten met traangas. Er zijn geluidsbommen, er staan bosjes in de fik. Je kan niet makkelijk lopen, hoewel je dat niet meer voelt. Omdat je, ja, je bent, ik was in ieder geval best wel bang, dus de adrenaline zorgt ervoor dat je dat niet meer voelt.